Hallo, ik ben Trudy Kunz. Ik heb zojuist mijn debuutroman geschreven, Chroniek van een bange liefde. Er zitten een aantal autobiografische elementen in en dat is ook mede de reden waarom ik dit boek altijd al heb willen schrijven. Ik ben begonnen, en ik ben trouwens nog steeds, als tijdschriftjournaliste ben ik werkzaam. Ik ben ooit begonnen bij Libelle. Werk nu vooral voor Plus Magazine, waar ik een beauty column heb. Libelle, daar voel ik me nog steeds mee verwant. En Jules, een bekende columnist uit Libelle, die heeft 2 weken geleden een column aan mijn boek gewijd. Nou, dat is voor mij een teken. Als zij het zo herkenbaar vindt, want dat schrijft ze, dan is het voor miljoenen vrouwen herkenbaar. En zij schrijft ook letterlijk, ik verslind het boek en kijk verstrooid op als mijn man me iets vraagt. Het is allemaal zo verschrikkelijk herkenbaar. Om de ene passage moet ik hardop lachen. Andere zinnen snijden dwars door mijn ziel. Nou, mooier had ik het zelf niet kunnen verwoorden. Het is zoals ik het schrijven heb ervaren, zoals ik het herlezen van mijn boek heb ervaren. Het is een boek wat inderdaad miljoenen vrouwen moet aanspreken, want het gaat over de liefde en de worstelingen daarin. En de mooie momenten, maar ook de momenten van wanhoop. Alles staat erin. Het is recht uit mijn hart geschreven. En ik vind dat iedere vrouw het moet lezen.